Beleggers zijn erg onder de indruk van de tweet die Trump dit weekend heeft gestuurd. Dat hij dreigt dat de handelsonderhandelingen niet soepel gaan. De tarieven te verhogen van 10 naar 25% voor 200 miljard aan Chinese import. Dat zou er flink inhakken. En daarmee staat de handelsoorlog weer opnieuw helemaal bovenaan de agenda van de beleggers. En daar maken ze zich zorgen over. Toch zie je wel dat het waarschijnlijk een onderhandelingstactiek is. En beleggers gaan daar eigenlijk ook wel een beetje van uit. Want als het echt zo zou zijn, dan hadden de beurzen al een stuk lager geweest dan de daling die er nu is. Maar met Trump weet je maar nooit. Dus je zal de toch wel enigszins voorzichtig moeten zijn. Mocht het onverhoopt wel leiden. Want in de art of the deal van Trump staat ook heel duidelijk dat je altijd moet bereid zijn om alles waarvoor je waarschuwt ook daadwerkelijk op tafel te leggen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het alsnog wordt afgekapt. Als het wordt afgekapt, dan hebben we wereldwijd wel een probleem. En zal dat een enorme impact gaan hebben op de wereldwijde handel en daarmee de wereldwijde economie. Maar daar gaan we als vanochtend niet vanuit. Het zal wat onderhandelingstactieken zijn en we wachten op de goede Trump-tweet waarin staat dat alles weer koekenij is.